De Teylingers die gaan straks een prachtige ruïne van Teylingen krijgen. Met een mooi park eromheen. Wat twee dingen laat zien. Dat is, wat is de Bollenstreek nou eigenlijk? En wat is de historie die je hier op de achtergrond ziet? En daar kunnen ze dan van genieten. Meer dan dat het nu hier is. En daar gaan we gewoon een prachtige trekpleister van maken. Niet alleen voor de Teylingers, maar ook voor mensen van buiten Teylingen die hier willen komen kijken. Dus dat wordt echt een pareltje in Teylingen. Het plan Westerbeek, de Bollenschuur en alle grond eromheen is gekocht. Dat heeft een paar miljoen euro gekost, maar dan heb je ook wat. Wat gaat er de komende jaren gebeuren met die Bollenschuur? Als ik dat wist, zou ik dat nu tegen u zeggen. Maar dat is nou juist de leuke fase die we nu ingaan. We hebben nu de eigendom verkregen van de Bollenschuur. Nu gaan we samen met initiatiefnemers kijken wat we daar het beste in zouden kunnen doen. Er liggen al een paar plannen op tafel. Er is ook alweer iemand die zich heeft gemeld om ook met mij van gedachten te wisselen over wat daarin zou kunnen plaatsvinden. We hebben een folder gemaakt met daarin onze plannen uitgelegd. Ook met de uitnodiging om met andere ideeën te komen. Nou, daar neem ik nog even de tijd voor. En dan gaan we zo langzaam maar zeker wel naar het moment dat we een keuze gaan maken in wat er in de Bollenschuur komt. Is die iemand toevallig de Zwarte Tulp, het museum? Nou, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. Maar ik ga in ieder geval wel, en dat stond ook al in de krant, een kopje koffie drinken met oud-collega en nu bestuurslid van de Zwarte Tulp. Want wie weet wat dat oplevert. De Bollenschuur van Westerbeek, het is eigenlijk een heel mooi gebouw. Althans, kun je over twisten. Maar zou het in de toekomst ook een bestemming kunnen gaan krijgen als een appartementencomplex? Ik sluit op dit moment niets uit. We kijken in eerste instantie naar welke functies de schuur van Westerbeek zou kunnen krijgen voor de plannen zoals ik ze net heb geschetst. Maar misschien is het wel nodig om de business case rond te krijgen dat er appartementen komen. Misschien is er een andere reden om dat te doen. Ik sluit op dit moment helemaal niets uit. Er waren er ook een aantal omwonenden die waren bezorgd over het vervoersverhaal. Als het een betere trekpleister gaat worden hier, dan wordt het ook een stuk drukker, meer verkeer. Hoe gaat dat worden opgelost? Nou, een onderzoek dat we hebben gedaan toont aan dat de effecten van het opknappen van deze plek en hier een mooie plek van maken voor Teylingers en anderen heel weinig gaat bijdragen aan de verkeersproblematiek die er sowieso ligt op de weg. Noordwijkerhout, Sassheim. Dus daar ben ik op zich blij mee. Dat neemt niet weg dat daar sowieso dus een problematiek ligt qua mobiliteit, dat we met elkaar moeten oplossen. En ik ben blij dat we vanuit het perspectief ruïne van Teylingen ook daar onze gedachten nu over kunnen laten gaan en kunnen bijdragen aan de oplossing van hoe we die weg nu veiliger en beter kunnen maken. Wanneer kunnen de Teylingers verwachten dat het wel definitief is? Definitief zou ik niet willen durven zeggen. Wat ik wel zie, en dat is bijna iedereen met mij eens, misschien wel iedereen eigenlijk, dat het project nu voortvarend loopt. Elke keer als we stappen aangeven, dan kunnen we dat ook waarmaken, ook richting de gemeenteraad. Nu de eerstvolgende stap is dat we gaan ophalen van wat voor ideeën er zijn om hier te gaan doen. En ik wil daar aan het eind van het jaar eigenlijk weer de gemeenteraad over inlichten. Zolang het project elke keer op schema loopt, denk ik dat we in 2021 hier eigenlijk wat werkzaamheden moeten zien gaan gebeuren die definitieve plannenvorm gaan geven.